Kent iemand hier de film 1984? Nou, proost. Eet smakelijk. Ik heb honger als een paard. Heb je ook honger? Pak maar als je wil hoor, dat is genoeg. Weet je, ik vind dit spul echt fantastisch. Het ziet eruit als vlees. Smaakt naar vlees. Er zit volgens mij helemaal geen vlees in. Fantastisch spul. 1984 is een dystopische science fiction film uit 1984, na het boek van George Orwell uit 1948. Het gaat hier om een totalitaire maatschappij dat eigenlijk door een aantal rijken wordt bestuurd en waar de rest van de wereldbevolking dom wordt gehouden en in armoede moet leven, waar dan de illusie wordt gewekt dat er constant oorlog is en een gebrek aan goederen. En ik vind dit soort films altijd heel erg leuk, hè? Ik bedoel, je hebt Mad Max of de Matrix misschien ook wel. En soms dan heb ik de neiging van, goh, hoe zou dat nou eigenlijk smaken, dat eten wat ze daar de hele dag moeten eten. Dus ik heb een recept om het eten uit 1984 na te maken. Meet Mr. Spam van de Euroshopper, 99 cent. Het is zo'n beetje het goedkoopste vlees dat je kunt krijgen. En dat ziet er dus zo uit. Er kwam er iemand langs. Het is gemaakt van vleesafval, dus zeg maar de botten, het restvlees dat wordt afgesneden. Goed, eigenlijk dat wat je in de gemiddelde Febo frikandel tegenkomt, zit hier ook in. En je ziet het nu als blok, maar je kent het waarschijnlijk eerder als het goedkope boterhamvlees. Kijk, ik zal er eens een plakje van snijden. Zie je? Het is dus gewoon wat je als boterhamvlees kent. Dat smaakt het dus ook naar. Maar je kent het waarschijnlijk ook als blokjes. En dan ziet het er dus zo uit. Gemaakt van dit. Als spaghetti en macaronivlees en die kan-en-klaarpakketten. Dus je hebt het waarschijnlijk, zonder het te weten, al lang een keer gegeten. Nou, dus bijna een pond, 400 gram. Voor 99 cent. Dat is geen geld. Wat je daarnaast nodig hebt, is een halve liter water. En 3 eetlepels meel. Dus het is gewone meel. Je hebt al een pak meel voor 25 cent. Nou, daar kun je dus enorm veel soep van maken. Dat gebruik je als bindmiddel. Maar zena mag ook. Daardoor krijg je die witte smurrie. En in dit geval een beetje slecht mengen. Het is juist de bedoeling dat je klonters krijgt. Nou, en dan als laatste doe je er een blokje soep in. Dat heb je dus ook goedkoop. Pakjes van 10 stuks. 35 cent bij de Dirk. Van dat blok van 1 euro neem je zeg maar een derde. Dat snij je in blokjes. Dat is 30 cent. Dan 1 cent aan stroom. 0,0001 cent aan water. Tenzij je zo'n flesje van 51 spa blauw koopt. 3 cent aan meel. En 4 cent voor een blokje soep. Nou, 10 minuten koken. Daarna pas het vlees erin, want anders wordt het te zacht. En je hebt je 1984 maaltje. Nou, zoals je ziet is de soep klaar. Hij is een beetje donkerder uitgevallen. Dat komt waarschijnlijk door het soepblokje dat ik gebruikt heb. Maar voor de rest, ja, lijkt het behoorlijk veel op de soep uit 1984. Dan kun je lekker voor de stijl het etiket van je blik afhalen. Dan lijkt het een beetje op zo'n etensblik van de film. Maar je kan natuurlijk ook zo'n
blik bij de dumpshop kopen. Dan is het helemaal echt. Ja, en dan scheppen maar, hè. Zo, help. Helemaal. Nou, plastic zak op tafel. Glaasje goedkope gin erbij. En proeven maar. Zo, hé. Het is inderdaad goede soep, zeg. Moet je kijken wat een grote blokken vlees. Nam, 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 nam. En trouwens, dat vergat ik even. De term Big Brother is Watching You komt dus uit de film 1984. Dat is dan het fictieve hoofd van de staat. Die niemand kent. Weet je dat ook? Een leuke film. Als je hem kan downloaden, moet je maar gaan kijken. Dan weet je ineens hoe goed je het wel niet hebt. Nou, dat valt eigenlijk wel mee met de smaak zo. Het is goed te doen. Dus aanradertje. Je kan het nog dunner doen dan 1984 natuurlijk. Zoals in de Matrix. Daar hebben we echt de broebelsoep. Nou, dat is dit, maar dan zonder vlees. En ja, zo smaakt het eigenlijk ook wel een beetje. Ik zou zeggen, veel plezier in de keuken. Eet smakelijk. En tot de volgende keer.